Welkom in de Weijer te Boxmeer. Dit prachtige pand is van alle markten thuis. Met restaurant Heerlijkheid, een sfeervolle kapel, gouden feestzaal en meerdere congres- en vergaderlocaties zijn wij u graag van dienst. Zaterdag 18 oktober neemt fanfare en drumband Juliana officieel afscheid en gaat hierna verder door het leven als muziekvereniging Juliana. Hetty Thijssen en Jeroen Weerts, jullie zijn hier actief bij betrokken. Hoe gaat die kick-off eruit zien op zaterdag 18 oktober? Die kick-off, ja goed, het wordt sowieso op een grandioze wijze waar het hele dorp bij betrokken wordt. Zo onder andere de winnaar van ons logo, die wordt op een ludieke wijze wordt hij opgehaald waar heel haps van op de hoogte zal zijn. Verder betrekken wij heel veel verenigingen binnen de avond zelf. Op welke manier dat gebeurt, dat houden we nog even geheim. En verder, het wordt gewoon een grandioze avond waar muziek gemaakt zal worden met band, met zang, met de kinderen van de basisschool. Dus het is gewoon ontzettend breed opgezet. Een nieuwe start, een nieuwe naam. Afscheid is al genomen. Hoe is dat toen gegaan? Dat was met een reunieconcert op 25 mei. En daar hebben 18 oud-leden aan meegedaan. Die hebben nog een instrument in hand genomen en meegeoefend en op die dag meegespeeld. Was erg succesvol. Ze genoten er allemaal van. Ja, was erg goed verlopen. Muziekvereniging Juliana Haps. Wat is nou het grootste verschil dadelijk ten opzichte van vroeger? Het grootste verschil is als fanfare hadden we echt vooral een selectie van instrumenten die erbij konden. Nou, als muziekvereniging kunnen we eigenlijk alle instrumenten die bespeelbaar zijn, kunnen wij binnen onze vereniging opnemen. Denk aan elektrische gitaren, denk aan piano, maar denk ook aan een accordeon. Of eigenlijk alle instrumenten zijn mogelijk. En ja, mocht daar interesse voor zijn, dan kan iedereen contact opnemen met onze vereniging. Was hier vraag naar? Dat er voor deze verandering is gekozen? Ja, er waren al enkele jaren geleden zijn er dwarsfluiten geweest. Die wilden heel graag meedoen met ons. Maar ja, dat was toen niet aan de orde. Dat ging niet. En die zijn er nu er ook bij. In ieder geval voor 18 oktober. En we hopen dat ze nog langer erbij blijven. Klarinetisten zijn er ook bij. En ja, voor nu hebben we ook een accordeon erbij. Ja. Is er ook een verschil in repertoire? Het verschil is er zeker. We willen ons, of in ieder geval deze avond, is echt ook vooral gericht op moderne nummers. Denk aan echt de recente top 40 nummers. Ik wil niet zeggen dat we alleen maar moderne nummers gaan spelen, maar we gaan ook een mix zoeken. Zowel voor de wat oudere muzikanten als de wat jongere muzikanten. Hoe ziet het programma eruit op zaterdagavond 18 oktober, de kick-off? De kick-off. Nou, we beginnen om 8 uur, stipt is de bedoeling. Het hapskwartiertje vergeten we die dag. Dat wordt geopend met een grandioos super nummer. Dat heel euforisch, om het zo maar even te noemen. Daarna komt de onthulling van de kleding. Ook op een hele ludieke manier. En met de VIP, die wordt in het zonnetje, op een speciale manier in het zonnetje gezet die dag. En dan vervolgen we ons programma met nog meer leuke nummers. Het slagwerkgroep heeft ook een speciale functie hier. En die wordt gewoon, is niet meer apart een drumband, maar is nu voortaan ook een onderdeel van de muziekvereniging. De drumband, die heeft een eigen rol hierin? Ja, ook die gaan op een verrassende manier hierin meespelen, ja. Is er ook nog een afterparty? Er is zeker een afterparty, want haps, ja goed, een vereniging moet toch gezelligheid zijn. En na het concert is er een afterparty, iedereen kan blijven hangen. We hebben muziek geregeld van DJ Jan Loeven. Die draait dan de recentste muziek die je maar kan bedenken. En we gaan er dan, is te bedoelen dat we een hele gezellige avond ervan gaan maken. Met z'n allen. We zouden het bijna vergeten. Die DJ die gaat invoegen. Net als Armin van Buren bij Maxima en Willem-Alexander. Zo hebben we nu ook DJ Jan Loef bereid gevonden om zich te voegen bij onze muziekvereniging voor deze avond. En de intree is gratis.